Hoi, ik ben Johan. En ik ben Tim van Karklep.com. En in deze video gaan we je laten zien hoe je die horrorvervuiling aan de binnenkant van je ruit weg kunt krijgen. Want dat is niet alleen vervelend, maar ook nog eens een keertje heel gevaarlijk. Oeh. Of eng. Ja. Maar ze kan je de weg toch niet op, man? Toch? Het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Beslagen. Als er iets irritant is... Vuile ruiten, vind je niet? Ja, nou, het is niet alleen irritant, het is ook hartstikke gevaarlijk. Als op het moment dat hier die zon laag staat of het is koud, je ziet geen steek. Maar weet je hoeveel mensen gewoon geen idee hebben hoe ze dit dan schoon moeten krijgen? Die lopen te klooien met glasseks, met billendoekjes. Ja, maar echt waar, ja, hè? Maar dan zie je ze morgens vroeg, zie je ze ja, zo. Man, dus maar je maakt het alleen maar erger. Ja, en joh, dat is gewoon het punt. Nou, had ik een idee bedacht? Word je al bang? Ja. En dan ga jij recht plakken. Ja, dat hoeft toch niet recht? Het is toch gewoon... Het idee was leuk. Nee, er zit gewoon zoveel vet aan die binnenkant. Dat het niet meer blijft plakken. Wat doe je, joh? Het idee was leuk, alleen de uitvoering is minder. Nou, wat hebben we nodig? Nou, dat zeiden wij in koor. Ja. Autogleam Glass Polish. Een Disco Duo pad. En een microvezeldoekje om hem weer af te nemen. Wel met een gesloten lus. En waarom? Anders heb je pluisjes van hier tot Tokio op je ruit. Heb je wel een schone ruit, maar ja, met allemaal pluisjes. En dat herken je vast wel als je met een verkeerde doek de binnenkant van je ruit schoon hebt gemaakt. En je rijdt vervolgens in de laagstaande zon. Dan zie je overal die glinsteringetjes. En dat zijn kleine haartjes die van de doek achter zijn gebleven. Oh, dus zien een beetje pritsdicht. Zo, nou, huppakee. Ja, een mooie blonde pruik. Merk je dat ik eigenlijk heel graag mijn haar weer terug wil? Paar druppies. We nemen. Ja. Niet te veel. Gaan we met chirurgische precisie, hè? Jazeker. Ja. Kijk, ik zet die even hier langs de zijkant. Kijk, ik doe hem altijd even met mijn vinger een beetje inwerken. Ja, want het is wel een polish, maar hij is... Het is niet waterdun, maar hij loopt er wel vanaf als je niet oplet. Soms wordt er wel eens gedacht dat je er ook krassen mee kan weghalen uit glas. Omdat nee. Het glaspol is. Maar ik ga er niet vanuit. Zie het als een reinigende werking. Ja. En... Een soort scrubje. Ja. Ja. Gewoon... Ruikt wel lekker, moet ik zeggen. Ja. Ik vind het eigenlijk wel lekker ruiken. Nee man, het is ammonia, man. Ja. Ja, maar goed. Maar goed mijn neus is niet helemaal fit, hè? Rechte banen, 50% overlap. Ja. En daarna haaks er overheen. Klein beetje verdelen. Ja. Zo. Ja, dan zie je dat het een beetje melkachtig is. Maar ja, het is heel makkelijk te verdelen, hè? Dat werkt eigenlijk heel simpel. Geeft hij nog antwoord, of niet? Ja, ik ben geconcentreerd aan het werk, jongen. Ik ken geen twee dingen tegelijk. Ik ben ook gewoon een man, hè? Je gebruikt heel weinig. Op zich heb je ook niet veel nodig. Nee. Beter een beetje bijpakken. Precies. Te veel. Even drogen. Zo, gaat het? Ja, joh. Ik had nog zo gezegd. Ik had zo gezegd. Blijven met je tengels vanaf. Maar is het dan tijd voor koffie? Of zo lang ook weer niet drogen? Nou. Nee, hè? Nee, gewoon even een half minuutje. Ja. Au. Tweede keer, hè? Dat is mooi. Ja, joh. Het ziet er nu al beter uit. Nou, en dan nog eventjes de extra tip. Dat is op het moment dat je het de eerste keer hebt afgenomen, daarna nog eventjes navrijven met een schone doek, waar je dus niet eerder die polish mee af hebt genomen, en dan ben je klaar. Maar zelfs als je dat niet zou doen, is het ook wel in een keer kraakhelder, hè? Glashelder. Glashelder. Hey. Juist. Vanaf hier ziet het er allemaal weer kristalhelder uit. Nou, jij ziet er niet echt kristalhelder uit. Nee? Nee. Dat is de leeftijd. Nee. Dat zal het zijn. Ga met die banaan. Ja, tape je eraf. Ja, goede idee. Ja, ik weet niet of dat hoort. Maar dat weet ik ook niet. Ik dacht, leuk verzonnen. Zie je het? Ja, vanaf hier zie ik het wel. Maar ik weet niet of de kijkers thuis het zien. Kijk eens even. En dan is het nu nog niet eens beslagen. Want die vieze ruiten zorgen er ook voor dat je ruit veel sneller beslaat. En veel langer
ondoorzichtig is. Ja, dus helemaal in zo'n winterperiode, weet je, je stapt met een natte jas in, weet je, het is koud, het is winderig en je stapt in en je staat gelijk alles beslaat en met vuile ruiten. Ze zijn 10 minuten te wassen. Ja, en dan nogmaals, dan gaan ze met een oude doek, gaan ze lopen wrijven en je maakt het eigenlijk alleen maar erger. Heb gewoon een beetje geduld. Nou ja, moeilijker dan dit is het niet. Wederom. Ja. Wederom. Ja. Nou, even van de buitenkant bekijken. Dat lijkt me goed van de buitenkant van mijn ogen. Bassie zei dat op de kant. Het licht aan. 1, 2, hop. Hoppakee. Zo. Ja, maar dit verschil zie je echt heel duidelijk. Je hebt dat tapeje nog wel aardig geplakt trouwens. Ja, hè? Moet je kijken, hier, kijk, die waas die je aan deze kant ziet. Nou, je ziet hier duidelijk. Kijk, op het eerste gezicht lijkt die best schoon. Ja. Totdat je nou dat lampje erin zet. Dus eigenlijk een beetje even de weerspiegeling s'avonds van de lampen. We doen het nu aan de binnenkant, maar je kan het uiteraard ook gewoon aan de buitenkant gebruiken. Dus voor een goede reinigende werking werkt perfect. Zie je nou die glinsteringjes en die stipjes erop? Dus steenslagpuntjes. Dus ja. Daar kan je op blijven wrijven, maar die ga je niet wegkrijgen. Ja. Maar goed. Wil je nou nog meer geweldige tips om je ruiten uitgebreid en goed schoon te maken? Bekijk dan deze video en dan word ook jij een echte clean rider. Later. Nou. Hij is wel echt, kijk dan. Zie je dat? Kom eens. Zie je dat? Oeh. Ja, dat is wel... Hallo, stop maar even. Ja, ja, maar je ziet toch... Nou kan je het wel goed zien. Wacht even. Oh ja, oh nee. Terug naar... Ja, echt serieus, schat. Ja, dit is heel slecht, dit. Je hebt gewonnen. Ik zit ook echt niet op te letten.